Hallo allemaal en welkom bij Tissie Toys. We gaan weer random video maken. We gaan weer 5 uitpakken. En wij beginnen met de eerste. Kom erop. We hebben een Num Num Stippen en een Mosh Mosh. Zakje. We hebben series 2 Smoesje Moesje Besties. We hebben Lego Minifigures Disney variant. Oh, laten we deze doen. En we hebben een Pick Me Pop dubbel. Dat zijn ze. Oh, die gaan we openmaken. Zo, we beginnen eerst met Smoochie Moochie's Besties. Dit zijn de bekies. Dit is de dingen, maar deze is vrij heel plat. Dus ik denk niet dat deze 3-4 het zijn. Kijken. Dit is een ijskorn. En die staat waarschijnlijk hieronder. Ja, die is flow fudge gepopt. Zo. Lekker klein, squeezable. Je kan deze doorheen doen. Zo. En vast te maken. Oh. Kom op. Zo, en dan kan je hem aan je tas hangen. We gaan naar de Lego Minifigure, de Disney versie. 18 te verzamelen. Dit zijn degenen die je kan krijgen. 18 stuks. En wij hebben... Oeh, we hebben Aladdin. Met de lamp. Zo, dit is Aladdin. Wat gaan we openmaken? We gaan de Mosh Mosh openmaken. 2 Mosh, zo soft, zo cute, zo Mosh. 2 stuks. Er zit altijd een checklist bij. Oeh, we hebben een panda, volgens mij. Gaan we kijken naar de checklist gaan we openmaken, want we weten niet welke we hebben. Beginnen we eens hiermee. Volgens mij zit een panda. Als ik goed kijk, is het deze. Nummer 61. Volgens mij is het een pandabeertje. Die zijn allemaal zo soft, je kan hem uittrekken. En we hebben een roze. Met een egel. Is dit een egel? Dit lijkt op een egel. Een roze. Een lam. Zoals deze. Even kijken. Dat is het niet. Het heeft geen staart. Volgens mij is het deze. Een lammetje. Hier zitten oortjes. Een soort vacht omheen. Maar het lijkt er ook niet op, hè? Voor de rest lijkt ze niet heel veel op, hè? Nou, volgens mij zit die gewoon met het vachtje. Ik heb ze hier voor allebei nog niet, dus dat scheelt. We gaan naar de Num Nums Dippers. Ik heb geen koud water. Dus dit kunnen we niet doen. Het is wel een ronde, dus het is een... De checklist. Wat is een chippy?
Dit is deze. Dit is Camilla Corn Chip. Deze kan niet van kleur veranderen, dat weet ik. En dit is een cookie die ik al heel vaak heb. Dit is zo'n strawberry cookie. Deze kan wel van kleur veranderen. En dit is deze. Strawberry Schmick. Er staat ook een sterretje bij, dus dat betekent dat deze rare is. Alles weggooien. Zo, hier ook. Want ik heb geen koud water. En we gaan naar de laatste. En dat is de Pick Me Top Dubbel. Welke krijgen we hieruit? Dat niet. Dat wil ik daar neer. Even kijken welke we hebben. Het ruikt ook niet zo heel goed. Gaan we even kijken. We hebben een fluffy wand. We hebben een... Dit is banaan. Nou ruik ik het. Dit is heel erg banaan. En deze heb ik al namelijk. Maar deze blijft leuk. En dan zit de volgende. Ah, lekker. Dit vind ik echt zo lekker ruiken. Oh, hij is al open. Dit is de Charm van Dida. En dan natuurlijk ook nog een lanyard. Er staan al die figuurtjes op. En de kaartjes. En de sticker van de twee. Wij hebben Nino de L. En Ninan de L zegt: L never let you down. Precies. En wij hebben ook nog Leroy de Monkey. En Leroy de Monkey zegt: You're the pick of the bunch. Ik heb ze al. Het is de eerste die ik openmaakte. De banaanversie. Hier staat Pik. Nee, dat is Pikachu wel. Zijn NWR variant, Leroy de Monkey en de Ultraware Nano de L. Want de Ultraware zijn fluffy. Nou, dat waren mijn 5. Wat is jouw favoriete? Laat het in een comment achter. Ik ga ervoor. De panda van de Moosh. Dan zie je de volgende keer met een nieuwe video. Wil je niks missen? Abonneer mijn kanaal. Morgen weer om 3 uur weer een nieuwe video. Tot dan. Bye bye. Doei.